Goedemiddag, mijn naam is Jozef Aart. Vandaag gaan we stelsels op met de inverse matrix. Ik heb ook een video waar ik dat doe met de Gauss-Jordan methode. Dit is de methode met de inverse matrix. Bijvoorbeeld x plus z is 2, min y plus 2z is 0 en x plus 2y plus z is z. We schrijven die eerste kolom in de vorm matrix A. Met de eerste kolom de coëfficiënt van x, de tweede kolom de coëfficiënt van y en de derde kolom de coëfficiënt van z. En dan in de B de waarde 2, 0, 6. Maar wat is nu de bedoeling? Ja? We schrijven die formule op als ax plus b. Je hebt dus a, x is b, waarbij x je onbekende zijn, x, y, z. Dus x is de vector x, y, z. Als a min 1 bestaat, ja, dan kun je het schrijven als a min 1 maal ax is a min 1 b. En a min 1 maal a is de inverse matrix, dan krijg je x is a min 1 b. Dus op die manier kun je de matrix oplossen door de oplossen x is a min 1 b. Voorwaarden moet zijn dat uw a een reguliere matrix is. Dat betekent, de derivatief van a mag niet 0 zijn. Ik schrijf hier wel gelijk aan 0, maar de bedoeling is niet gelijk aan 0. Daarom gaan we eerst de determinant van a berekenen. Kijk ervoor naar een video over determinanten berekenen, hoe je dit doet. Maar we gaan dit berekenen door te ontwikkelen naar de eerste rij. Je mag ook de eerste kolom kiezen, maar we kiezen nu de eerste rij. Dat betekent, je krijgt 1 maal min 1, 2, min 2. Min 1, 2, 2, 1, de overblijvende rijen en kolommen, plus 1 maal 0, min 1, 1, 2. Uitwerk krijg je de waarde min 4. Dit is min 5 plus 1 is min 4. Kijk naar de video over de determinant, hoe dit werkt. Ja. Nu gaan we proberen a min 1 te berekenen. Dat gaan we in deze video niet doen. Dat kun je op twee manieren doen. Ofwel via de methode van Gauss-Jordan, ja. Ofwel via determinanten en adjudanten enzovoort. Hier komt gewoon het resultaat. Als deze matrix zou uitwerken, krijg je de waarde. Ja. We delen door min 4 de determinant, dan krijg je min 5, min 2, 1, 2, 0, min 2, 1, min 2, min 1. Dus dat is uw inverse matrix, uw a min 1 van de matrix A. We delen dus de determinant van A door min 4. Dus wat de bedoeling is nu, we gaan berekenen ax is b. We gaan dus ax gelijkstellen, of x gelijkstellen aan a min 1 b. Waarbij uw x, waar uw a min 1 gelijk is aan 1 over min 4, de waarde 5, min 2, 1, 2, 0, min 2, 1, 2, 1. De laatste 1 is een min 1, ik heb 2, 0, 6. Dan gaan we een matige vermenigvuldiging doen. Dus ik krijg min 1 vierde voor. Doe je eerste rij met de kolom. Dus min 5 maal 2 is min 10. 0 keer min 2 is 0. En 1 plus 1 is 6. Dus min 10 plus 6 is min 4. Ja. Voor de tweede rij doe je 2 maal 2 is 4. En 2 maal 6 is 12. 2 min 12 is min 8. Voor de derde doe je 2 min 6 is min 4. Bij de 1 staat wel min 1, dus wordt min 4. Kun je allemaal delen door 4. Dan krijg je de waarde 1, 2, 1. Dus de oplossing van dit stelsel is de waarde x is 1, y is 2, z is 1. Als ik kom, 1 plus 2, 1 is 2, min 2 plus 2 is 0, en 1 plus 4 plus 1 is 6. Dus dat is de oplossing van dit stelsel. Ja? Dus v is de waarde 1, 2, 1. Nu, wat is het voordeel van het oplossen van het stelsel met inverse matrix? Het voordeel is dat je nu andere waarden kiest. Van 206 kies je bijvoorbeeld 306. Ik zal het in een blauw bijschrijven. Zoek je hetzelfde stelsel, maar voor de waarde 306. Dan hoef je geen nieuwe stelsel op te stellen. Je kunt gewoon a min 1 hergebruiken. Ja? En je kunt gewoon in de formule x is a min 1 b deze kolom vervangen door 306. Ja? Als je het uitwerkt, dan krijg je dus het koppel, of het punt, de waarde 9 vierde, 6 vierde en 5 vierde. Dus je kunt heel snel voor andere waarden de waarde van die stelsel oplossen. Ja. Gewoon door die kolom, die laatste kolom, te vervangen door de nieuwe waarde. A min 1 blijft altijd hetzelfde. Ja. Dat is het voordeel van het oplossen van stelsel met inverse matrix. Ja. Voorwaarde is wel, uw determinant mag niet 0 zijn en we werken ze altijd uit. Ja, dus voorwaarde, reguliermatig, dit van A is niet 0. Dank voor de aandacht, tot de volgende keer.